Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Ten westen van Nederland zien we uitgestrekte wolkenvelden hangen. Die horen bij een front, maar dat front levert weinig regen op. Bovendien bereikt het ons vandaag nog niet. We hebben vandaag dus weer een mengeling van wolken en zon, met de, de zon het vaakst in het oosten van het land. Het is verder ook overal droog, en er staat weinig wind. En de temperaturen die zijn weer heerlijk te noemen voor de tijd van het jaar. Zo'n 20 tot 22 graden, daar mogen we vanmiddag op rekenen. Wel later vanmiddag en vanavond wat meer bewolking vanuit het westen. Dan komt dat front dichterbij en in de avonduren aan de westkust misschien een enkele bui. Komende nacht dan ook een enkel lokaal buitje. En ook morgen overdag kan vooral in de noordelijke helft van het land een enkele bui vallen. Maar het wordt zeker geen verregende dag en ik verwacht dat we de zon ook weer zien doorbreken. Iets kouder aan zee, 18 graden. In het binnenland opnieuw, 20 tot 22 graden. Ja, het weekend belooft eigenlijk behoorlijk lekker te worden. Vooral de zaterdag, zonnige periode, meeste zon in het oosten. Zo'n 21 tot 23, misschien zelfs 24 graden. En ook zondag dezelfde temperaturen. Alleen zondag kan er wel plaatselijk een bui vallen. Na het weekend gaan we dan toch echt langzaam richting de herfst. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsa.nl.